Hallo, hallo, mijn naam is Hans Kazan en ik tover jullie nu naar het intro. Okay, people, let's go to work. Stel je voor dat een magier gewoon eigenlijk gewoon zo'n pretparkspel speelt. Dat zou toch vet zijn? Ja, ik weet ook niet waarom, maar. Ja, laat maar, het is gewoon een rare gedachte, laat maar. Nou, we gaan. Vorige keer waren we bezig. Net als alle andere afleveringen. En deze aflevering gaan we bouwen aan het park. En dat doen we natuurlijk door hier dit de Main Street te bouwen. En hoe gaan we Main Street bouwen? We pakken de set die we nodig hebben. Nou, ik vink een aantal uit, want ik weet dat de prehistorische set niet valt onder ruimtethema. Dus we moeten kijken naar de safari en de andere set, zie je. De prehistorische set. Nou, dan zie je bamboemuren en dat is wat we gaan gebruiken. Dit is een standaard set in rollercoaster, dus je moet niet denken van Vincent, ik kan dit niet bouwen, want ik heb die set niet. Deze zit gewoon standaard in rollercoaster. Nou, ik ga eens even wat dingetjes bouwen. Ik ga gewoon random bouwen. Een main streetje. Een main street moet je altijd ervoor zorgen dat hij een beetje gevarieerd is. Dus ja, zoals ik nu doe is het al verkeerd. En ik zal je zeggen waarom. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik heb dus geen details gemaakt in de muren. Dat kan je altijd nog laten doen. Door gewoon deze te verwijderen en er één op te bouwen zo. Een main street bouwen is ook een handige tip om het nooit in één rechte lijn te doen. Dus dat je hier alleen maar rechte lijnen maakt. Maar dat je ook gewoon eens een keer... Huppakee. En misschien kunnen we zelfs ook nog iets doen. Dat je moet er onderdoor gaat. Ik denk dat dat nog vetter is. En nog leuker is... Is als je de mensen er onderdoor laat gaan. En dan hier ook nog een paar gebouwtjes neerzet. Ja, dan heb je wat gevarieerde dingen. Zo. Ik zou hem 4 breed maken. Kijk, dit wordt een gebouwtje dan. Zo. En dan zou ik hem hier afkorten. En dan zou ik hier weer doorgaan met de andere Main Street. Ik ga gewoon eerst een layout maken. Kijk, je bent altijd een beetje geneigd om zo te doen. Zo, en we zouden hier ook nog wat kunnen bouwen nog. Ik laat je zo zien wat ik wil doen op dat gebied. Zo. Zo. Oké, cool. Nou, dat is even voor het publiek zichtbaar. Dus dat bouw ik ook. Ik ga niet verder daar bouwen. Ja, oké. Ik wil hier nog een hoger torentje. Waarom krijg ik zo'n harde melk? Oh, je hebt het veiligste park van... Van wat? Je hebt de prijs gewonnen voor het veiligste park. Van de komende minuut? Ik weet niet. Nou, nu gaan we de variatie brengen. Dus ik ga wat raampjes inbrengen in die Main Street. Ik ga hier nog even een raampje zetten. En misschien kunnen mensen vanaf binnenkant ook nog even naar binnen gluren hier. Hey. Wil ik hier nog even een onderdakje doen. Die gaat 2 hoog worden. En dan zeg ik een bamboevloertje mag daar. Dan doen we daar een soort van hutje maken. Gevarieerd met andere houtbewerkingjes. Zo, even kijken hoor. Ik zoek deze, ja. Gevind. En zo maak je een Main Street ideetje. Dat als je hier loopt, dan denk je van, oh, dat ziet er leuk gethematiseerd uit. Ja, dat is de bedoeling. Zo. En ik vind, dat vind ik leuk. Maar kijk, dat trappetje en die tonnetjes, die maken het natuurlijk af. Hè? Dat hier wat je ziet, dat soort van groene planterij. En die steen die er staat, die maken het allemaal veel leuker. Dus dat gaan jullie zo zien natuurlijk, als we die objecten gaan zoeken. Want ik moet het eigenlijk voor mezelf opschrijven, van waar ik die objecten kan vinden. Want als ik dat voor mezelf opschrijf, dan weet ik volgende keer van, hé, hey, dat zat daar. Oké, we gaan nu achtergrond maken, dus dat je wat diepte krijgt in de achtergrond. Omdat je natuurlijk op de voorgrond zie je van die daken. En dan op de achterkant maken we ook weer van die daken. Dat pakken we met deze. Nee, deze. En ik loop iets hoger dan het andere dak wat we daar hebben lopen.
Nou, ik maak hier een hoger torentje, want dat, dan is het wat gevarieerder. Dat doen we dan met deze, de blauwe dingetjes. Kijk hoor. Zo. En ik denk dat we die nog wel één hoger maken. Ja. Let op. Zo. En daarop maken we dan zo'n... deze. Nee, of twee van die. Die vind ik ook wel leuk. Ja, dit vind ik leuk. Ja, kijk, dat oogt meer, zeg maar. Meer hoogte, dat is ook gaaf. Oké, dit wordt natuurlijk een huisje binnenin. Dus wat ik nou ga doen is deze verbinden met dit. Er is namelijk zo'n... een binnenkant. Even kijken, hier zo. En die moet je door laten lopen met die. Dus dan krijg je plop, 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 plop. Zo. Nou, dit ziet er goed uit. Ja, ik ga het nog even afmaken natuurlijk. Zo. Hier krijgen we ook. Dit loopt gewoon door zo met elkaar. Dat is wel leuk. En dan wil ik deze nog wat hoger maken. Dus dan doen we... app. Zo, dit maken we ook wat hoger zo. Zullen we hem nog wat hoger maken? Ik vind van wel. Ik vind, ja... het mag wel een klein torentje worden, vind ik. Dus ik maak hem dan niet hoger dan dit. En dan doe ik op het torentje doe ik 4 van die punthoekjes. Van Rimboe. Groeten uit de Rimboe. Zo. Giovanni houdt er ook van hoor. Van die Rimboe-huisjes. Kijk, en dan maken we hier. Maken we nog even. Even nog extra nog. Gewoon voor de thematisatie. Ziet niemand. Leuk. Kunnen we hier ook nog wat dingetjes plaatsen. Oké, ik ga heel eventjes kijken of we alle daken hebben gemaakt. Nog lang niet. Dus ik moet dat toch even afmaken, jongens. Als we even dit ook bamboe maken. Kijk hoor. Dit is een lastig pakket. Ik heb mezelf weer lekker in een lastig pakket gebracht. Oké, aan de andere kant plaats ik ook nog een heel... niet te veel gebouwtjes, maar gewoon een paar. Dat we gewoon een beetje een idee hebben van hoe en wat. Zo. En die maken we ook... ik moet een paar bomen helaas sneuvelen hiervoor. Zonde. Ik zal hem weer op mijn knieën gaan bezaden hier. Even kijken. Gaat nog zo'n stomme duifje lopen roekoeën? Oh ja, het gelijk zijn mond. Zo, hier zo. En hier is dan een hoekje. En dan pakken we deze. Zo. Heb je een beetje een idee van hoe dit eruit ziet? Nou, best wel schön. Oké, natuurlijk, omdat dit moet natuurlijk wel een vloertje inkomen. Dus wat we nu gaan doen is pakken die bamboevloer. En die houden we er net onder. Zo, kijk. Dan is het net een tunneltje waar je onderdoor loopt. En dat moet ook als het goed is zijn. Zo. Kun je haast niet zien als we kijken. Ik weet het. Het is misschien een beetje gemierenuk. Maar ach. Nou, ik ga even dat later afmaken dit. Voor de volgende keer is dat weer. Want anders duurt het te lang. Ik ga alleen nog wat objectjes zoeken. En dat zijn voornamelijk die tonnetjes die hadden we gevonden. En die moeten hier ergens bij staan. Ik ga dan wel even alle objecten zichtbaar maken. Dan kunnen we even gevarieerd kijken. Ik ga mijn spel even opslaan, want mocht er een object bij zitten die we niet goed geïnstalleerd hebben, dan kan mijn spel uitvallen en dan zijn we alles kwijt. En daar zit ik niet op te wachten. Dus wat ik nu even kijken, wat we gaan planten is... Even kijken, wat hoort bij zo'n Rimboe-gebied? Ik zag Joris in de draak staan. Steentjes natuurlijk, nou die kan ik wel neerzetten, een paar van die kiezelsteentjes hier, een paar steentjes daar, zo... We gaan gewoon alles een beetje af wat eventueel hier zou kunnen passen. Een stoplicht natuurlijk. Een vat zie ik staan. Dat vat kunnen we ook wel op zich gebruiken hier. Daar doen die gasten al dat afval in. En al dat afvoer. Want ja, ze hebben natuurlijk nog geen prullenbak in de Rimboe. Daar houden ze alles in een vat natuurlijk. Kijk, je zou ook zo'n steek kunnen neerzetten. Of misschien zo'n... dit is ook wel leuk. Zo'n paal waar vuur vanaf komt. Wel een beetje gevaarlijk.
om zo'n vuurkorf neer te zetten bij hout en bij publiek, maar dat is nepvuur, begreep ik. Zo'n steenhoofd vind ik ook wel leuk om dat neer te zetten. Ja, dat oog wat. En misschien staat daar wel een leuk drumbandje te spelen hier zo. Voor de mensen. Kijk, als we daar gewoon een klein bandje maken hier van die drumcymbalen. Oh, ik hoor een beestje. Een vogeltje bij ons. We hebben een paar kietjes af en toe in de bomen. Leuk, hè? Je denkt, het interesseert me geen fuck, maar... We hebben bijzondere, exotische vogeltjes hier in ons dorp. En die vliegen af en toe gewoon over. Ja. En soms zitten ze bij ons in de boom zitten van die vogeltjes. Ja, het is niks eigenlijk. Oké, wat hoort nog meer bij het thema? Even kijken hoor. We hebben nog een vat, maar daar hebben we niet zoveel aan omdat we al een vat hebben geplaatst. Ik zie hier nog wat spulletjes. Oké. Dit, een muthuisje. Waarom niet? Dat past wel mooi bij die hooibalen. Met een kampvuurtje. Dat is ook wel heel gevarieerd om dat hier te plaatsen. Ik plaats het gewoon bij. Nog een leuk steentje neerplaatsen. Hier nog een steentje. Zo, dit ziet er leuk uit. Leuk verzorgd. Leuk verzorgd. Dat is belangrijk. Leuk verzorgd. Natuurlijk ook dit. Zo'n Mia standbeeld. Die kunnen we natuurlijk ook wel plaatsen ergens. Dat is ook wel een beetje dat. Ja, dat hoort er wel bij. Die kunnen we trouwens ook dadelijk plaatsen in het park zelf. Of hierin. Wat hebben we nog meer? Het wordt nou al best vol hoor. Dus we hebben nou aardig veel geplaatst. Ik zou het niet drukker maken. Ik ga nu wel kijken voor een leuk hekje wat we kunnen neerzetten. En dan kijk ik naar een klein piratenhekje. Kijken of ik het overal kan plaatsen. Ja. Dat mensen weten van daar mogen we niet komen. Dat is afgeschermd. Oké. Okay. Hier kunnen we hem ook eventjes plaatsen natuurlijk. Daar is ook een vuurkorfje. Nou, dat gaat perfect zo. Het ziet er al aardig uit, jongens. Toch? Ik vind het er leuk uitzien. Ik hoop jullie ook. Zo. Natuurlijk moeten we dat ook aan de andere kant doen. We hebben nog niet echt veel objecten hier. Maar dit ga ik later verder afronden. We gaan nu, omdat we al de helft van de video hier aan hebben aanbesteed, gaan we ook eventjes verder aan dit gebied. Ja, natuurlijk moeten we dit pad een beetje naar die kant maken. Omdat wij daar ook wat gaan bouwen. Oh, verkeerde padkleur. Zo. Want daar hebben we een achtbaan staan. Een houten achtbaan. En die moet natuurlijk ook geconnect worden met het pad. Dus ik maak alvast een klein stukje vooraf. Oké, ik zou flat rides gaan bouwen, had ik gezegd. En ik zou de natuur hier mooi gaan maken. Ik denk dat het leuker is als we nog een paar flat rides gaan neerzetten hier. Dus ik dacht, als we op de hoek nou iets maken. Ik ga gewoon eens kijken tussen de attracties. Want we hebben, het is lang geleden dat wij een attractie hebben neergezet. Even kijken, we hebben de draaier. Ik denk dat die sowieso wel in het park moet. Eerst kijken of we hem niet hebben staan. Dat kan altijd, want we hebben al vaker dat we iets hebben gebouwd wat al in het park staat. De draaier staat er nog niet in. Terwijl dat een officiële Rollercoaster Tycoon attractie is. Dat weten we gewoon. Het is gewoon zo. Draaimolen heeft net een noodstop moeten maken. Alweer? Ga fixen. Nou, dan maak ik dit groen natuurlijk. Zo. Blablabla. En dan moeten we daar wat leuke bankjes neerzetten. Dat moet sowieso. Van die leuke, schattige bankjes bij de attractie. Op de hoek ook. En dan van die kleine prullenbakjes. Plaatsen we dan ook. Prullenbakjes, waar sta je nou? Altijd als ik je nodig heb, sta je er niet. Oh, onderaan. Zo. En dan gebruiken we ook nog een lantaarnpaaltje. En dan gebruik ik gewoon de standaard met die drie kops. Even kijken, staat die erbij? Drie kops. Drie kops. Drie kops. Drie kops! Waar zei je? Ja, hier, drie kops. Oké, drie kops. We hebben gevonden, drie kops. hier kunnen we wat plantjes maken. Dus ik pak snel even de bosjes. De bosjes. Zeg jij de bosjes, man? En dan plaatsen we hier wat tulpjes. En ik plaats wat... Oh, dat zijn megatrees. Nou, die hebben we nog niet nodig in dat gebied. Vines wel dadelijk. Oh, vines kunnen we snel gebruiken voor dit.
Ik weet dat we hier niet meer aan mogen bouwen, maar ik doe het gewoon stiekem. Oh, Vince! Kijk, dat staat leuk zo, met dat groen die daar... En misschien kunnen we ook wel... Even kijken of we dit kunnen doen. Ja, dat is leuk! Oh, dat staat echt leuk. Ja, hè? Ja, dat staat leuk, jongens. Ik weet het. Dat gaan we natuurlijk aan deze kant ook doen. Oh, hij moet er niet doorheen komen. Zoals je ziet, dat ik had gebouwd. Zo. Ja, dit is leuk, jongens. Kijk dan. De groene spullen, de groene bladeren komen gewoon door die gebouw heen. Prachtig, alsof het een beetje onkruid is. Ja, ik vind dat een fantastisch... Dat is gewoon één objectje, maar al gewoon een prachtige... God, naam weer. Ik weet die naam kwijt. Custom Scenery. Dankjewel. Je hebt het goed onthouden. Boompjes plaatsen. Even kijken, daarachter moeten we natuurlijk wat creëren. Dus dan maken we bomen. Ik pak dan gewoon de random bomen weer. Ik doe altijd gewoon random. Ik pak gewoon die grote den een paar keer. Ik pak die Douglasboom. Een paar keer. En ik pak die hulst. Opgehulst. Kijk, en je hebt al gelijk een gethematiseerd attractietje. Je kunt ook gelijk openen. Kijken. Ja, het spannendste is natuurlijk op waar jullie natuurlijk allemaal op wachten. Dat is natuurlijk deze attractie. Dat je een onderrijd kunnen maken in dit gedoe. Dus ik wil sowieso eventjes dit afmaken. Doe hier een paar boompjes van die... We hadden het net gevonden. Even kijken. Dat was een object. En dat heette Instant Wood sowieso. Maar je had er nog één. Van die enorme palmbomen. Die je net zag. Even zoeken waar die stond. Jongens, waar stond hij nou? Ben ik hem nou kwijt? Jungle? Jungle sowieso. Dat kunnen we wel gebruiken hier. Junglebomen. Want dit moet uiteindelijk gethematiseerd worden in dat spul, zeg maar. Kijk, gewoon een boompje onder water. Boeiend. Niemand ziet het. En ze denken al, waarom bouw je een boom onder water? Maar dat is een beetje de truc. Rotsen wil ik er ook in. Extra grote rotsen pakken, want dat hoort gewoon bij de thematisatie. Ja, hoe gaan we dit doen? Even kijken hoor. Zo. Ja, het is lastig om die een beetje mooi te maken, die stenen. Die zijn zo groot. Ja, dit wordt vet hoor jongens, deze attractie. Ik heb er nou gewoon een positief kijk naar. Dat het gewoon echt ontzettend gaaf wordt. En dit kost heel veel tijd, ik weet het. Want het heeft ons echt heel veel tijd gekost om deze te maken. Ik heb ook stiekem een beetje doorgebouwd terwijl ik niet heb opgenomen. Ik weet niet of jij daar boos om zijn geworden. Ik hoop het niet. Waar stonden... Oh, die stonden bij de plantjes natuurlijk. Bij die hekjes stonden die toch? Oh, dan ben ik het helemaal kwijt joh. Jeetje, Mina. Stond het hierbij? Ik heb zoveel objecten, dat is niet gezond. Bij de bankjes stond het toch? Oh, vreselijk dit. Ik had net die bomen en jullie weten het allemaal, want jullie hebben het al lang gezien. Maar ik weet niet waar die dingen krengen staan, joh. Hier stonden ze bij, geloof ik. Even scrollen. Kijk, dit is het Romeinse thema. Dan krijgen we die gasten die op die drums slaan. Het spookthema komt hier langs. Nou, het cowboy thema zie ik nu. Dan zie ik mist. We krijgen de rest van de objecten. De maskers, het schip. Oh, jongens. Oh, Hugo. Waar zitten die dingen nou? Ik word gestoord, ik word gek. Anders pakken we gewoon die standaard instant jungle, hoor. We kunnen ook dat matsen pakken, maar die hebben niet van die grote bomen. Dat vind ik een beetje balen ervan. Nou, we pakken nog een paar van die bomen dan. Om het een beetje te bekleden hier. Te bekladden. Zo. Het is een beetje een jungle boek sfeer. Kijk, hier kunnen we nog een paar bomen in gooien.
Maar die zou ik eentje naar onder doen, zo. Dat hij echt uit die rotsen komt, zeg maar. En daarachter zou ik hem ook laten gaan, zo. Dat is gaaf. Kijk, dit ziet er goed uit, zo. Leuk, leuk, leuk. Hier nog een boom. En dan vooral van die... Kijk, die bedekken natuurlijk ook een hoop, hoor. Die Venus ferns. Die ferns, die moet je sowieso plaatsen om heel dat gebied hier te bedekken. Dat je niet ziet van dat het hek er staat. Zo. Zo, een paar van die boompjes. Hier gaan we nog een paar van die bosjes plaatsen, zo. Ah, dat is gaaf, joh. Dat is leuk. Thematisatie kan heel leuk zijn. Soms niet. Soms wel. Vooral als je zoekt naar objecten is het verschrikkelijk, zoals ik nu doe. En ik probeer dan steeds die bomen te vinden. Het zijn zeg maar die wat grotere palmbomen die we ook in de attractie hebben gezet. Ik kwam ze net tegen. En dan zoek je ze weer en dan kan je ze niet vinden. Dat is altijd zo. Nou, ik pak dan een paar bomen. Okay. Zo, dus één rots. Ik denk als we die plaatsen dat we alles hebben opgevuld. Zonde. Kijk, wat een grote rots, joh. Op die rots ben ik niet trots. Jeetje, kijk nou. Ik kan even door mijn hotel mee bedekken, joh, met die rots. Kijk hoor, deze. Dit is ook een huge, hoor. Deze is echt huge. Jeetje, mina. Groter dan de Mount Everest. Nou, hier wil ik ook nog zo'n grote rots plaatsen, want we hebben dat ook gelijk opgevuld. Bam. Kijk, zo vult het wel op natuurlijk, hè? Je hebt de prijs gewonnen voor het netste park, dankjewel. Dankjewel. Ik krijg hier ook allemaal prachtige complimenten naar me over gesmeerd. Nou, dit was de scroll-aflevering. Jeetje. Ja, maar dat is toch niet leuk, jongens. Dan ben je op zoek naar mooie, leuke objectjes. Om je park een beetje mooi te maken. En dan ineens weg. Gewoon flutsie. Of ik heb hem eroverheen gelezen. Hehe, eindelijk. Onthouden, de Trees Mega Pack. De vervelendste pack die er tussen zit. Met de verschrikkelijkste, mooiste attractie. Met bomen. Palmbomen. Ze zijn wel heel smal, maar we moeten kijken naar de trees. Kijk. Kijk, dat zijn ze. Kijk, dat zijn de Savannah Trees. Huppakee. Die hadden we nodig, jongens. Kijk, en daarmee kunnen we dit een beetje opvullen. Dan hebben we nog een grotere boom. De Tropical Tree. Kijk, schitterend. Daar doen we het voor. Tof. Ik ben al helemaal blij nu. Ja, dit was gewoon de missie. Om nog even die bomen terug te vinden. Wauw. Ik vind het dan ook wel leuk om een boom hier neer te zetten dan. Zo. Kijk of mensen dan een beetje een leuk gebied vinden hier. We hebben wel een prijs gewonnen voor het netste park. Ik weet niet of dat hierdoor kwam. Door de leuke thematisatie. Ik ga ervoor zorgen. Dat we volgende keer in de volgende aflevering. In deze attractie kunnen. De grootste dark ride van het hele spel. Want ik vind dat we dat nou wel een keer moeten zien. We hebben al zo lang gewacht. En we moeten even kijken. We moeten ook testrondes doen. Dus we moeten sowieso kijken hoe deze attractie gaat. Dus voor een leuke video geef een duimpje. Vergeet niet te abonneren. En kijk de volgende keer terug naar de onride video van deze attractie. Doei doei!